Vaco Gamers, Lars hier. En welkom terug bij meer Watch Dogs hier op Vaco Games. De vorige keer werden we gehackt net voordat ik een nieuwe missie kon beginnen. Dus vandaar dat we vandaag gewoon lekker weer verder gaan waar we de vorige keer gebleven waren. We hebben dus een missie te doen zometeen. En die moet ik heel eventjes zoeken, want volgens mij zit die hier wel ergens in de buurt. Alleen de vorige keer reed ik echt totaal de verkeerde kant op. Dus we moeten gewoon even een beetje kijken wat een logische plek is om die missie te beginnen. Dit is niet een logische plek, dat is namelijk de zijkant van een auto. Dit is een logische plek. Daar is hij. Missie, bedankt voor de tip. Graag gedaan jongens, graag gedaan. Missie, start missie. Kijken wie we hier kunnen vinden. Bedankt voor de tip. Wie gaan we vinden? Wat hebben we hier allemaal? Dat is een of andere luchtschacht. Bereik de locatie waar het signaal van een mysterieuze beller vandaan komt. Oké, dan gaan we daar naar boven. Want daar zat hij dus blijkbaar. Gastanks. Heel erg maar uitkijken voordat die dingen boem doen. Ik ga hierop klimmen. Dat lijkt me de meest logische plek. En dan daar zo meteen naar boven. Heel erg uit blijven kijken natuurlijk. Want hij kan natuurlijk ook iets tegen mij doen. Druk op Z om de profiler aan en uit te zetten. Oké, got it. Activeer. Dat gaat helemaal daar naartoe. Dat is best een end. Maar goed, we pakken hem. Kom maar. Activeer. Ik zei activeer. Doe dan. Waarom activeert hij niet? Moet ik hem echt kapot schieten? Hallo. Ik heb hier een kastje. Hoe moet ik de kreng activeren? Waarom kan ik niet hacken? Dat kan normaal gesproken altijd. Dit werkt ook niet. Moet hij misschien eerst open? Hop! Wie schiet er op mij? Hey! Doe eens niet, ik probeer een beetje uit te vinden hoe dit werkt. Oké, dit doet het wel. Waarom doet dit kastje het niet? Oh, die shit gaat eraan, jongens. Dat kastje moet open op een of andere manier, maar... Kijk, hij zit dicht. Waar gaan we heen? Camera, camera. Beschermer open. Beschermer dicht. Ja, maar hier heb ik toch geen hele moer aan. Alles ontploft hier. Dat is heel leuk natuurlijk. Waarom wil dat verdomde kastje niet open? Wat is met jouw kastje? Wat is met jou? Dit ding moet open. Waarom doet hij dat niet? Stop eens je pistolen weg. Dit is niks. Stoorzender. E. Stoorzendertje, werkt dat? Nope, werkt voor een meter. Come on! Ik druk op het goede knopje. Als een zoek is eruit hoor. Dan gaan we eerst naar het andere kastje toe. Misschien dat we eerst het ene kastje moeten doen, daarna het andere kastje. Dat kan natuurlijk ook. Hier moet ook ergens een kastje zitten dan. Hallo, kastje. Hallo. Je verlaat het missiegebied. Ja, dat weet ik. Ik ben op zoek naar kastjes. Die nergens te vinden zijn. Boom. Wat is dit? Dat is ook niet wat ik zoek. Beschermen naar beneden. Boom. Oké, camera. Beschermen. Er zit daar nog een camera. Maar waar gaat die data heen dan? Hij gaat daar naartoe, daar de hoek om. Wat kunnen we hier dan zien? Het gaat daar de hoek om. En dan gaat het daar naar boven openmaken. Kijk eens. Oké, schakelpaneel is open. Wat hebben we hier? CTOS-kastjes, die is open. Oké, perfect. Dat is één. Nou, die ander nog.
Chemisch onderdeel. We hebben één van die twee kastjes. Dat is meer dan we net hadden. Maar die is dus ook via een ander kastje opengemaakt. Dit kastje moet open. Er moet ergens een ding zitten om het mee open te maken. Daar? Nee. Dat ding is kapot. Waarom springt die gozer trouwens ook elke keer van het dak af? Hij kan toch ook gewoon via de trap? Of wil hij dat gewoon niet? Is hij zodanig eigenwijs? Dat hij dat gewoon echt niet wil. Hier. Oh, nee, niet deactiveren! Oh man, we zijn echt gigantisch veel aandacht aan het trekken hier. Camera. Camera. Kwetsbaarheid waargenomen. Hij gaat daar naartoe. En komt waar vandaan? Want er gaat informatie die kant op. Dus er moet daar iets zijn wat ik nog niet gezien heb. Laten we de profiler aanzetten. Daar zit een schakelkast. Via de lift. En dat heeft me maar 6,5 minuut gekost, jongens. Nou, voor mijn doen. Mag erin, please. Dank u. Oké, naar boven. Daar zit een kastje. En die moet ik activeren. Er zit hier hopelijk ook een camera in de buurt. Juist daar. Dag camera. Dag Aiden. Doei. Got him. Vind en activeer zijn CTOS. En dat was hem. Die zocht ik. Mag eruit. Dank u. Kijk, nou weet ik wat ik moet doen. En nou kunnen we hem openmaken. Zie je, die deur moest gewoon eerst open van dat kastje. Told you. Alleen ik wist niet waar dat ding zat. Maar nu wel. Hoppa. En hek. Daar gaan we weer. Kijk wat we kunnen vinden. Dat is één. Zo, die is open. Dat is één kant. En dat is twee kanten. Open die shizzle. Volgende. Bijdraaien. We moeten nog even aan die kant komen. Dat is die. Open. Eén van die kant. Denk, Vaco, denk. Eén van die kant. En één van die kant. Got it. Wie hebben we hier? Bellwether. Bellwether. Die gozer is zo te zien erg into wiskunde. Camera. Zijn laptop. zijn laptop. I suffered too. Hij wist dat we hem zouden gaan hacken. Dat wist hij gewoon. Wauw. Damien Brace. Ah, best. Met mij gaat het goed. Met hem ook niet zo heel erg. Wanna play a game? We need to talk. And you'll wanna be quick. Breaking in like you did tripped an alarm. This isn't what I had planned for us. Waarom zou je dit huis willen beveiligen met een alarm? Waarom zou je dit überhaupt een huis willen noemen? Waarom? They're coming. Uh-oh. You better run. Oh shit. Wie hebben we? Wat zijn het voor matties? Je gast heeft een sniper. Dat is oneerlijk. Ik wil ook een sniper. Die wil ik ook. Dat zijn er twee minder. Boom! Ik heb geen snipers nodig, man. Vijanden achtervolgen je. Oh, shit. Oh! Missie mislukt. Bedankt voor de tip. Ja, bedankt voor de tip inderdaad dat de missie mislukt is. Jongens, jongens, jongens. Oh. Als je ingrijpt om misdaad te voorkomen, moet je... Ja, dat weet ik. Oké, daar komen ze weer.
Ik weet dat hij daar vandaan komt. Ik weet het. En dan komen er daar twee met een auto. En dan komen er ook nog een paar van links. Beschermer, come on. Hop, 3 headshots. Wat nou? Waar zit hij? Bijna raak. Kom maar naar boven, vriend. Kom maar naar boven. Of doe het op die manier. Waar zit hij? Staat hij gewoon achter me? Ik heb die gozer helemaal niet aan zien komen. Wauw. Oké, nou weet ik waar ze vandaan komen. Van voren, op het dak zitten er een paar. Ik weet het! Mag ik hem overslaan, please? Nee, overslaan. Niet verder gaan, overslaan! Nou ja. Oké, got it. Elke keer vandaan. Ze zijn met z'n dertigen. Wauw. Ik denk dat ik deze aflevering faal ga noemen. Want dit is één grote faal waar ik nu mee bezig ben. Oh my flipping heck. Ik doe mijn best. Oh man, kom op. Pff, dit is best moeilijk, jongens. Trust me on that one. Dit is lastig. Hier zit. Hier kunnen ze me niet raken vanaf met z'n allen. Reload. Eén beschermer omhoog. Komt er zo meteen eentje erboven. Hoi vriend. Kijk, dit is een hoek waar ze me niet kunnen raken. Nu moet ik gewoon langzaam wachten. Langzaam bewegen. Op! Uitbarsting in je bakkes. Daar komt de trap op. Hij probeert me echt te raken vanaf hier. Dat lukt hem niet. Maar ik kan ook niet herladen, dus ik moet nu herladen. Holy shit, dat zag ik ook net op tijd. Waar zit hij nou? Oh, hij zit achter het andere hoekje natuurlijk. Oeh, recht in zijn ballen. Lekker voor hem. Er zijn er nog een paar over. Met je shotgun.
Snel weer terug naar boven. Er zit er nog eentje. Hammers! Gevaar uitgeschakeld. He he. Wauw. Let's talk. Vertel het inderdaad, Bar. Wat is dit voor een raar gebied hier? Holy shizzle voor de Epic Whistle. Locatie, getraceerde oproep. Dus daar is hij vandaan gebeld. Volg het getraceerde gesprek naar Damien. Klinkt als een plan. Mag ik deze auto meenemen? Dank u. Ja, achteruit. Hoppa. Een gestoord gesprek. Waar zit die gast? Waar is die? Daar links. Dan gaan we via het benzinestation naar links. Oh, pas op voor de boom. Pas op voor die mevrouw. Alhoewel, die mevrouw boeit me niet zoveel. Dat Bart is veel duurder. Hier links. 200 meter aan de linkerkant. Daar zo. Damien Gozer, waarom heb je vanaf daar gebeld? Oh, dit is de boom. In Chicago natuurlijk. Chicago. Chicago. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Hier heeft hij dus vandaan gebeld. Mijn maat. Het is mijn mattie. Oeh, gaan we zuipen? You had that punk call my sister. Hey. Zonde, gast. Zonde, zonde, zonde. My god. Don't you ever loosen up? I want my partner back. En omdat je mijn je partner terug wil, ga je mijn zus lastigvallen. Logisch. Dat is L-O-G-I-S-C-H. Dat is logisch. Dat is logisch. Oh, dat hotel. Helemaal uit het begin. Jawel, dat was wel jouw fout. Ik wilde daar weg. Je werd gevangen. Ze hadden je in de gaten. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me. Damien crossed the line. He made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. They made me a cripple. They took everything from me. Don't you see? Ben jij ook je zesjarige nichtje kwijtgeraakt, Damien? Denk het niet, hè? There was another hacker. There was a second hacker. And I know how to find him. Waren ze met z'n tweeën in het hotel? You can't do it on your own. You need me. Your big problem is. I don't need you. Ga niks voor jou doen. Screw hem. We hebben hem niet nodig. Hij heeft ons nodig, wij hem niet. Later, Damien. Later. Ja, dan heb je net je telefoon weggeschopt, hè? Wie ga je nou bellen om een taxi te halen? Taxis komen niet vanzelf, hoor. Weet je wat die Damien allemaal aan het doen is? Tommy had a ferret out weak code and exploited. I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable. Op een gegeven moment is de leerling beter dan de meester, hè? We were a strong team. After Wat Lena, heb je dan? I was done with him. And waste time thinking about him. En nou is hij weer terug. But now he's creeping back in. I need to know what he's got on the Merlot. De Merlot. Deel 6 of deel 1. Bedankt voor de tip. Missie volbracht. Fanco Gamers, ik ga jullie weer vragen, net zoals ik de afgelopen aflevering ook gedaan heb, om gewoon weer eventjes een like te doen op deze video. Help jullie mij namelijk echt enorm mee en jullie helpen Fanco Gamers er echt enorm mee. Dus als je dat zou willen doen, heel erg bedankt daarvoor. En ik zie jullie dan morgen weer terug bij weer Watch Dogs hier op Fanco Games. En dan gaan we naar de volgende missie toe. Bedankt voor het kijken jongens, bedankt voor het liken en tot morgen. Mazzel!